We doen het allemaal en zeker tijdens de feestdagen is het een stuk makkelijker dan een cadeautje kopen in de winkel, online bestellen. Maar wat gebeurt er eigenlijk met jouw pakketje voordat die bij je thuis wordt geleverd? Dat kregen we te zien bij het nieuwe postsorteercentrum van DHL op de Dordtse Keel 3. Eerst komen de stofzuigers, kinderspeelgoed en onderbroeken aan per vrachtwagen bij het sorteercentrum. Vanuit hier worden de pakketten gelost, direct vanuit de klant. Je ziet dat ze hier gereed worden gezet en uiteindelijk gaan ze richting onze sorteerinstallatie. Op onze sorteerinstallatie zie je dat de pakketten worden opgezet, op induct noemen we dat, een infeeds. Vanuit daar gaan ze eigenlijk omhoog en vindt het werk plaats van de sorteerinstallatie zelf. Dan eenmaal uit de vrachtwagen, de lopende band op? Dat klopt, we zetten de ladingdragers eigenlijk aan de lopende band. We hebben 8 van dit soort banden. En per band hebben we ongeveer een capaciteit van 2500 pakketten per uur. En keer 8, dan kom je weer aan die 20.000 die we in totaal kunnen doen. Ja, en verspreid over de werkvloer staan dan 75 medewerkers heel hard te werken om alles in goede banen te rijden. Dat klopt. Voor nu 75. En daar zit inderdaad nog potentie om door te groeien richting de 125 à 150. Ja. En dan begint voor het pakketje de reispas eigenlijk, ja, hè? Dat klopt. Pakketjes worden met het label naar boven op de lopende banden gelegd. Op het label staat het adres waar het pakketje naartoe moet. De camera's boven de band bekijken het label en zo wordt bepaald waar het pakketje naartoe moet. En dan schieten uiteindelijk de pakketjes hier zo onder ons door, hè? Ja, we staan hier precies boven een van de opvoerbanden. En wat eigenlijk hier gebeurt is dat de pakketten gaan over een weegschaal. Dus daar wordt het gewicht bepaald en vervolgens zoeken ze een plekje op de hoofdbaan. Eenmaal daar opgekomen, dan zullen we zien dat ze onder de camera doorgaan en dat is voor ons van belang. Die label wordt gescand bij de camera, daar kijken we met name naar de postcode voor de bestemming en tevens worden daar ook de volumes bepaald. Ja. En zo weet het pakketje uiteindelijk waar die dan naartoe moet en in welke vrachtwagen die straks weer terecht komt. Ja. We hebben 177 verschillende uitgangen in dit sorteercentrum, waarvan de 135 meest gebruikte die gaan naar onze city hubs en vanuit daar gaan dan die bezorgers weer op weg naar de klanten thuis. City hubs zijn eigenlijk kleinere sorteercentra waar het pakketje uiteindelijk met de juiste bezorger wordt meegegeven.